Maar de rest van het persbericht is één grote orgie van creatief boekhouden die een kwartaalverlies van minstens 3 miljard moet pimpen. Kijk, een jaar geleden had je natuurlijk alleen wat doemdenkertjes in weblogs die daarover spraken en schreven. Dus die konden nog weggezet worden als azijnpissertjes. Het begint haast lekker dat beleggers bedonderd willen worden. Nou, dat kan toch niet echt waar zijn, hoop ik. Als hij met zijn 35 miljard en al zijn contacten en al zijn kennis en al zijn tips niet bereid is om geld in de VS te steken, waarom doen wij het dan wel? Niet luisteren naar al die mannetjes en clowns en no-brainers. De stijgingen is gebaseerd op 100% domheid. En de dalingen zijn gebaseerd op het begin van een zeker realiteitsbesef. Nou, als je echt slechte cijfers wil zien, moet je daar maar eens naar gaan kijken. Want dat wordt natuurlijk helemaal dramatisch. Hè? Je kunt eromheen draaien, je kunt goochelen met cijfertjes, je doet allemaal je best maar. Maar er verbetert niets. Het wordt alleen maar erger. Ongelooflijk, ja, you can fool some people all the time, is een oud Engels gezegde. Dat is toch goddomme zijn werk. Dat is toch zijn taak om ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk overeind blijven. Wat hadden die mensen dan gedacht? Dat Bernanke zou gaan zeggen van jongens, zo hoeft het voor mij niet meer. Grote huilie van de financiële sector. Ze moeten natuurlijk rekening houden met de domste jongetjes van het blok. De aandelenmannetjes die zichzelf op mysterieuze wijze hebben wijsgemaakt dat het verhogen of het verlagen van de korte rente iets uitmaakt. Keihard slechte cijfers, keihard sombere vooruitzichten en gewoon keihard hogere koersen. Zoals Keynes al zei, in the long run we're all dead. En het is blijkbaar allemaal goed genoeg. En de koers steeg met 5%, ja. Dan moet je niet gaan vragen waarom kopen de beleggers. Want wat ik al zei, dat is grote mentale niets. Dat weten ze zelf ook niet. Want kopen is leuker dan verkopen. He, dus het ziet eruit als linkerballen. Het beweegt als linkerballen. Het ruikt als linkerballen. Dus het is linkerballen. Ja, achter in de bus zijn weer lollies uitgedeeld. Dat is natuurlijk de moeder van alle mislukkingen, die overname. Het is een verschil tussen iets willen hebben en iets moeten hebben. He, de moeten hebben dingen, dat gaat natuurlijk wel door. Maar de willen hebben dingen, dat kun je uitstellen. Nee, nee, nee. Dit verlies is datgene wat Citigroup wilde laten zien. Niet het verlies wat er is. Je mag eromheen draaien, je mag zeggen dat je niet weet. Ik vind het best, maar dat is gewoon wat er aan de hand is. Het is niet zo moeilijk. Je ziet het nu aankomen. Ongelooflijk. Je kunt je hoofd in het zand steken, je oordoppen in en zo. En doen alsof je een hol bent, het is allemaal best. Nou ja, ook de grote baas van Corporate Express, meneer Ventress, heeft natuurlijk recht op zijn eigen werkelijkheid. Maar deze meneer heeft zichzelf vanmorgen nieuwe bijnaam bezorgd. Vanaf nu heet hij Peter Pinocchio Ventress. Kijk, en dan waren er ook toezichthouders, hè, die dat een beetje onder controle zouden moeten houden, ook in de VS. Ja, dat waren pitbulls, maar dat zijn eerder roze konijntjes geworden. Dus die bedrijven komen echt overal mee weg, hè, omdat ze het ergens op pagina 32 in een voetnoot ergens noemen. Nou, is het blijkbaar goed genoeg? Nou, er zijn mensen die als ze slapen slimmer zijn als ze wakker zijn. Hè. Keihard slechte cijfers, keihard sombere vooruitzichten en gewoon keihard hogere koersen. Nou, dan zou ik zeggen dat Amerikaanse beleggers blijkbaar het motto gaan hanteren. Hoe slechter het nieuws, hoe prettiger de reactie. In plaats van hoe beter het nieuws, hoe prettiger de reactie. Het is tamelijk dramatisch hoor wat hier gebeurt. Als je daar blij van wordt, dan moet je echt onmiddellijk ontslagen worden en een levenslange uitkering krijgen. En niet meer in de financiële markt werkzaam zijn. Noodgedwongen hoor, dat is niet uit wilde en niet uit liefde. Het is alleen maar een nieuw hoogtepunt in zelfmisleiding natuurlijk en voor de rest helemaal niks. Nou, één zwaluw maakt er geen zomer, Lara.